Hebben Triceratops een bek of een snavel? Het leuke aan Triceratops is dat ze beide hebben. Kijk maar naar dit schaalmodel. Hebben ze hierachter hebben ze een hele grote bek met honderden tanden erin. En aan de voorkant hebben ze zowel boven als onder een hele grote snavel. En het toffe is dat we hier dus een echte hebben. Deze komt van de onderkant. Je ziet best wel scherp hier zo. En deze kon ze echt goed gebruiken om hun eten te verzamelen. Bijvoorbeeld hele grote takken van planten af te trekken. Of bijvoorbeeld te graven naar voedsel. Heb jij nog een leuke dino-vraag? Schrijf hem hierop in de comments. En wie weet beantwoorden we hem. En als je bezig bent, klik ook even hier en daar.